Esther, wat er in het nieuws zit, dat weten we inmiddels. Maar ja. Kun jij misschien aan de hand van je tarotkaart iets vertellen over morgen? Ja, dat is goed. Ja? Ik zal eens even kijken of er iets te halen valt uit de kaarten vandaag. Oh, het ziet er heel duister uit deze. Ja, oh. Heel duister, maar dat is toch niet zo. Nee? Deze kaart heeft te maken met samenwerking. Ja. Dus je zult toch morgen zien dat iedereen van ons toch op de een of andere manier iets te maken heeft met anderen in de zin van toch ook iets zakelijks. Ja, misschien een gesprek met je vrouw bijvoorbeeld over de toekomst. Of gewoon als je naar je werk gaat, dan heb je natuurlijk al, zit wat in. Ja. Dus, het is gewoon een werkdag. En als je morgen gewoon alleen wilt zijn, dan zal dat lastig worden. Krijg je onverwachts visite of toch in ieder geval alleen zijn hoort vaak niet bij deze kaart. Dus verwacht maar alvast gasten, neem een taart in huis. Dus ga vooral niet eventjes lekker rustig met de koffie in je vleeskleurige slip zitten, want dan belt de postbode aan morgen. Ja, met een pakketje. Kan ook heel spannend zijn, maar goed, niet voor iedereen natuurlijk. Nee, morgen niet. Dus, nee, morgen in ieder geval niet. Dus goed. Nou, met het weekend dan, want daar kijk ik persoonlijk alweer uit. Ja, kijk of we daar nog iets spannends in vinden. Nou, de page van de schildknap van Pentakels, dat kun je hem ook noemen, in ieder geval. Dit heeft ermee te maken dat je eens bezig moet gaan zijn de weekend met de ideeën die je hebt. Kijk eens of je daar iets mee kunt om dat werkelijk concreet te maken. Want het is een goed weekend om daar ook stappen mee te nemen? Om dat te doen, omdat je dan wat meer bewust bent van, hey, zo wil ik het de komende tijd. En wat kan ik doen om dat ook letterlijk neer te zetten? Dus daar zou dit weekend dan een hele goede tijd voor zijn. Vruchtbare basis dit weekend dus. Nou, precies. Dat is op zich natuurlijk alweer hartstikke goed. Ja.